Ja, ik denk als je terugkijkt over de crisis die er geweest zijn, dat er heel veel te maken had met gedrag en cultuur. Je had CEO's, dat waren echt de machtige mannen die geen tegenspraak dulden, die het ook allemaal veel beter wisten dan iedereen. En je ziet dat juist bij die instellingen de klap het grootst is aangekomen. Dus we moeten naar meer dienend leiderschap, ook luisteren naar klanten, naar medewerkers en ook geen grote avonturen en grote risico's nemen. En dat heeft alles te maken met gedrag en cultuur. En het is veel lastiger om dat via regelgeving dicht te spijkeren. Want regelgeving, er worden altijd wel weer gaatjes gevonden om toch te ontsnappen. Dus ik geloof erg in het belang van gedrag en cultuur. En ik vind ook dat de Nederlandse Bank hier het goede voorbeeld geeft door ook dit aspect nu in haar eigen taakopdracht mee te nemen. Ja. Is het dan ook dat de bankensector of de ABN AMRO meer het maatschappelijke debat wil gaan opzoeken? Nou, we zijn wat terughoudend met het opzoeken van het maatschappelijk debat, omdat we toch nog een klein beetje in het verdomme hoekje zitten. Dus niet te veel van de hoofd van de toren blazen lijkt ons verstandig. En gewoon rustig je werk doen en laten zien dat er echt iets veranderd is. Ik denk dat dat voor de banken op dit moment het beste recept is. Gewoon je werk goed doen, laten zien dat er echt iets veranderd is bij de banken. U bent macro-econoom. Denkt u dat zeg maar, het cultuur- en gedragsverandering ook een mogelijkheid is om uit de crisis te komen? Is het ook nodig om uit de crisis te komen? Ik denk niet dat dat dé maatregel is om uit de crisis te komen. Het is wel, denk ik, heel belangrijk om toekomstige crises te vermijden. Uit de crisis moeten we, denk ik, in Nederland komen door toch de internationale ontwikkelingen. Export en daarna komt de binnenlandse economie erachteraan. Wat ook zal helpen is dat de woningmarkt lijkt wel weer een beetje op zijn dieptepunt heen. En wat ook zal helpen is als de rente weer wat hoger wordt, de pensioenfondsen er beter voor staan en ook niet meer hoeven te korten en ook niet meer de premies hoeven te verhogen. Dus dat zijn wel twee typisch Nederlandse factoren, als je het vergelijkt met Duitsland bijvoorbeeld, die de recessie in Nederland al wat dieper hebben gemaakt dan de ontwikkeling in Duitsland. Ja. Denkt u dat de basisprincipes waar de ABN AMRO nu over spreekt, hoe je met klanten omgaat, hoe je met mensen omgaat, hoe ziet u dat voor zich in uw eigen baan? Nou ja, ik ben de eerste natuurlijk die deze principes moet uitdragen. En dat doe ik ook. Probeer dat te doen door leading by example, zoals het zo mooi heet. Gewoon zelf te laten zien dat ik luister naar mensen. Dat ik kritiek op prijs stel, die ook op mij wordt uitgeoefend. En daar niet afwerend op reageer. Dat ik met klanten in gesprek ga over wat zij meemaken en hoe wij hen van dienst kunnen zijn. En ik schrijf er ook een dagelijkse blog over mijn activiteiten. Dus dat is ook een manier om het evangelie te verkondigen, om het zo maar te zeggen. Hoe ziet u de toekomst van de ABN AMRO als bank in een wereld? Is dat een bank die wat kleiner, meer nuts wordt? We streven niet naar een enorme omvang zoals ABN AMRO vroeger was. In Nederland zullen we natuurlijk alles aanbieden wat er aan te bieden is. En in het buitenland zijn we gefocust op een paar activiteiten waarvan we zeggen, daar zijn we zo goed in. Daar kunnen we iedere bank ter wereld mee concurreren. En dat zijn private banking, waar we een lange traditie in hebben. Dat is de financiering van scheepvaart en grondstoffenhandel. En dat is clearing. En op die fronten zijn we gewoon een wereldtopspeler, maar daar beperken we dan ook toe. We gaan niet in Maleisië een consumentenbank beginnen bijvoorbeeld.